Het personeel, de lokale, provinciale en landelijke politiek maken haar lulkoerde plan. Guy Saffier, dat zelfs minister Opstelten van Justitie, besleert dat er op een nijnooit vaststel schoen worden mast. Wargemaster Kroonen van Ljouwert had hem hup maken om het personeel van de rjochtbank hier te houden. Ik sta hier wat vrolijker dan vorige week, omdat nu men echt een grote stap terug doet. De problemen moeten worden opgelost, maar dit is niet de oplossing, zegt men nu ook. Dus men gaat nu een open discussie voeren en dan zien we wel welke oplossingen eruit komen. Het rjochtbankbestuur had juist een mooi personeel praat en had besloten dat de verhuizing net terug in had. Het bestuur wil het besluit net voor de camera taljochtje, maar komt maar een schriftelijke verklaring. Waarin ze zeggen dat ze haar de lulkens en het onbegrip onderzoeken. Onze conclusie is dat wij met het uiten van ons voornemen een belangrijke stap hebben overgeslagen door onze leidinggevenden en medewerkers niet mee te nemen in onze overwegingen. Die stap willen wij nu alsnog zetten. De rjochtbank wil in dat toelis maar de maaiwerkers besjen hoe de integratie van de rjochtbanken van Friesland, Grijnsland en Drenthe beter ter stand kom ik in. Vraag is vanzelfs of het inloeken van het plan nou net alleenig maar uitstel is. Nou, daar ga ik niet van uit, omdat hier is een probleem van afstemming. Maar we hebben nu nog de tijd gehad in zorg en in onderwijs dat alleen maar alles groot moet zijn op één plek. Eén bestuur kan, maar uitvoering kan lokaal.